Uit Rotterdam vertrekt de Cumulus, een van de twee weerschepen die het ministerie van Verkeer en Waterstaat bij internationale overeenkomst op de Atlantische Oceaan gestationeerd heeft en die tot taak hebben het verstrekken van meteorologische gegevens in het algemeen, maar vooral steun te verlenen aan de transatlantische luchtvaart. Eén ervan is gestationeerd tussen IJsland en Groenland, het andere ligt afwisselend ten westen van Ierland of in de Golf van Biscay. Met behulp van de modernste navigatiemiddelen houdt het weerschip de internationaal afgesproken plaats in de oceaan bezet. De meteorologische apparatuur is vrijwel dezelfde als die op de weerstations van het vasteland. Tweemaal per dag wordt aan een ballon een miniatuurzendertje opgelaten dat automatisch gegevens zijnt omtrent vochtigheid, temperatuur en luchtdruk in de hogere luchtlagen. Het betreft hier de luchtlagen tot op 18 kilometer hoogte. Deze seinen, die in toonhoogte verschillen, worden in de meteokamer opgevangen. Ook met de radarinstallatie wordt de ballon op zijn tocht naar de stratosfeer gevolgd. De plaats ervan is op het radarscherm af te lezen. Samen met het radiobaken is deze radar in de eerste plaats echter de grote steun voor de vliegtuigen die hun positie nauwkeurig willen weten. Het weerschip staat via de radio dag en nacht in verbinding met het vasteland van Europa en van Amerika en met het internationaal luchtverkeer boven de oceaan. In de beveiliging van dit luchtverkeer heeft Nederland met de twee schepen Cirrus en Cumulus een belangrijk aandeel.